Kijk, ik was vroeger gewend om in gymzaaltjes te gaan vechten. En dat deed ik ook gewoon met alle plezier. Dus ik vergeet sowieso niet waar ik vandaan kom. Maar om nu in een stadion te gaan staan waar 27.000 man naar je toe kijken, dan ja, daar kan geen gevoel tegenop, snap je? Ja, ik was vanaf 8 jaar. Begonnen bij mij met de jeugd en ik ben hier bezig voor in de wijk. En voor de kinderen blijven hier trainen. En gewoon genieten van tijd en opvoeden en zo. En dan was ook Zakaria erbij. Eigenlijk, ik verwacht niet dat zo'n kleine sportschool zo, dan ik krijg zo'n grote kampioen eigenlijk. Het was zeker een droom geweest om voor een groot publiek te gaan vechten. Ik heb altijd geprobeerd om zo groot mogelijk te denken. En op het moment dat ik er mag gaan staan, dan is er ook iets in me dat het is een soort van euforie dat in me zit. Dat mij het gevoel geeft van, hé Zaka, je bent op de goede pad. Je komt een stukje dichterbij naar waar je wilt, naar waar je wilt heen gaan, zeg maar, snap je? Dus het is alleen maar positief en ik zie er niks negatiefs in. Bij Zakaria is een klein lichaam, maar toch zo. Hij is de baas van hem lichaam. Hij kan hem gebruiken hoe hij wil. Met links, rechts, trappen, bewegen. En wat is mooi ook bij Zakaria, hij heeft zelfvertrouwen. Achteruit is kapot, zeg maar. Echt, dat vind ik mooi van hem. Echt, hij is voorbeeld voor andere mensen, voor zelfvertrouwen. Doe maar, maakt niet uit, voor niks. Ik kan ook wat bereiken. Ja, mijn eerste gevecht die vocht ik toen ik 9 ook was. Dat was toen in de jeugd. Dan ben je een kleine jongetje, een kleine jochie met scheenbeschermers, een hoofdbeschermer. Lijkt echt op een gladiator. Het enige wat mist is een schild. Toen was het gewoon zoveel mogelijk wedstrijden draaien en niet erbij stilstaan van, weet je toch, dat ik het echt mijn werk van wil maken of wat dan ook, want dan is het nog veel te vroeg. Ja, toen had ik er gewoon plezier in en dat is voor een kind echt essentieel om er plezier in te hebben. Zolang het kind plezier in heeft, zal het kind zich gewoon maximaal kunnen ontplooien. Ik ben niet alleen voor Zakaria zo, ik ben voor iedereen. Ik werk met gevoel. Ik werk niet voor geld of voor iets. Ik ben sterk. Ik ben niet sterk, gewoon normaal. Ik geef respect aan mensen. Als kinderen, ik ga nooit zonder kleren van thai-boksen op het tapijt. Ik geef hem handen. Ik ben eerder dan hun allemaal. En ik ben de laatste die gaat weg van de sportschool. Ik geef hem respect, ik behandel hem als mijn kinderen. Niet alleen maar over thai-boksen, over privé, over school, over hoe gaat het. Dat is samen leven eigenlijk. En kijken voor de toekomst, niet voor thai-boksen. Natuurlijk, ik word blij als hij wint en ik zie hem gelukkig. Maar niet alleen dat, het is gevoel eigenlijk, het is familie. Links rechts leven. Oh, kijk erbij, ga. Niet links. Ja, rechts, joh. Ja, links, rechts. 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 Links. Dubbel. Rechts. Links, rechts. 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 Schoppen. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Asa Ten Pow is een hele goede vechter. Voor zover ik weet, ongeslagen in Glory. Maar 21 december zal ik daar verandering in brengen. Ik zie iedere gevecht en iedere vechter als een individu en dat is ook wat het is, snap je? Dus wat iedereen maar zegt over dat Amerikaanse of Nederlandse of Marokkaanse vechter zo en zo zijn, dat doet mij vrij weinig, omdat ieder individu anders vecht, snap je? En iedereen die beheerst over verschillende kwaliteiten dus. Ik doe gewoon mijn ding en ik weet wel dat het een creatieve, bewegelijke vechter is, maar meer dan dat niet. Inderdaad, veel sterker ook. Meer Veronica Fight zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.